Ik ben Jelle Maas, 20 jaar, voetballer bij Kruijbeke. Ik studeer leerkracht LO en ik ben dit jaar de e-sporter van Wassam Beveren. Ik ben eigenlijk begonnen met FIFA spelen redelijk vroeg. Mede door mijn neef, altijd als we daar thuis kwamen, was dat wel FIFA spelen. Ik denk op mijn 10, 11 jaar moest dat geweest zijn. Maar dan was dat nog niet zo vaak, tot ik een eigen PlayStation had. En dan ben ik meer en meer FIFA beginnen spelen. Dat is ook eigenlijk het enige spel dat ik altijd gespeeld heb. Nooit iets anders, omdat ik de rest ook nooit goed kon. En sinds dat ik 17 of 18 was, ben ik dat meer en meer beginnen spelen. En dan lukte dat ook beter en beter. Dus ben ik er nu proberen zo ver mogelijk in te geraken. Ik noem het eigenlijk nog altijd niet serieus, omdat ik het niet zo superveel speel zoals de echte pro's die uren per dag trainen. Bij mij is het echt meer als ik tijd heb of tegen vrienden. En dan nu de e-pro league speel ik natuurlijk wel elke week, maar voor de rest... Vanaf mijn 18 ben ik echt redelijk goed. Ay, begon ik te ondervinden dat ik wel iets of wat kon spelen. Tegen vrienden ging het altijd vrij vlot. Toch, totdat je al. Ik heb natuurlijk ook al een paar vrienden die goed FIFA kunnen spelen. En dan bijvoorbeeld mijn beste vriend Yannick, die vorig jaar e-sporter was van Waasland Beveren. Daar had ik dan. Dat matchte wel, dat was altijd vrij evenwichtig. In de vorige FIFA was hij beter als mij. En dit jaar is het andersom, ben ik beter als hem. Dus dat is de enige van mijn vrienden die ik echt mee. Mijn niveau kon meten, maar voor de rest niet echt. Ik ben Jelle Maas, ik ben 20 jaar. Ik ben al heel mijn leven lang supporter van Waasland Beveren, al van jongs af aan. Het zou een enorme droom zijn die uitkomt. Vamos! Dit jaar was het een online procedure, dus een toernooi van ik denk 32 spelers die je kon inschrijven. En dan was het ronde per ronde opschuiven. En de eerste vier, dus de vier halve finalisten, werden normaal gezien hier uitgenodigd op de club om een offline toernooi dan te spelen, om uit te maken wie het ging worden. Maar die online procedures gingen vrij makkelijk, dat was niet zo moeilijk. En dan door de corona is dat niet door kunnen gaan. Dus hebben we alle vier afzonderlijk een match moeten spelen tegen Daan Heijmans online. En hij heeft dan punt gegeven. En op basis daarvan hebben ze de e-sporter gekozen. Gelukkig mocht ik dat zijn. En wat heb je gedaan tegen Daan? Een gelijk spel, dus helaas jammer genoeg niet kunnen winnen. Maar een redelijk goede speler, dus het viel nog mee. Het was ook een beetje de stress die ermee gemoeid was en dan, ja, het viel nog mee op zich. Hij zou zelf ook nog e-sporter kunnen worden, Daan. Pas op, joh. Wie weet, zeg nooit nooit na zijn voetbalcarrière. Ik heb 3 jaar geleden heb ik hier op de club een toernooi gespeeld. Dat was dan, ik denk, van Gamenia uit een toernooi. En dat was in Lokeren, Beveren, Gent en nog 2 andere steden. En hier in Beveren heb ik meegedaan, 1-1. En dan heb ik in de halve finale verloren van de e-sporten van Genk nu, van Abdullah Wais. En ben ik toch nog 3e geworden. Dus toen had ik ook zowel het gevoel van, oké, er zit wel iets in, ik kan er wel iets mee. Maar om echt e-sporter te worden had ik niet verwacht. En de dag daarna was het een 2-2 toernooi en heb ik met Yannick meegedaan en hebben wij dat ook vrij makkelijk gewonnen. Toen er ook redelijk goede spelers aanwezig waren, dus hadden we allebei zoiets van wie weet kunnen we er ooit iets mee doen of iets mee verdienen en dan is dat nu zo, dus dat is wel mooi meegenomen. Eén tegen één is tegen de profs echt wel moeilijk, omdat je dan, die zijn aanvallend echt heel sterk. En 2-2 valt het vooral op. Je moet op elkaar ingespeeld zijn. Dus ik denk, hoe meer je dat doet, hoe beter je erin wordt. En op dat moment speelden wij redelijk veel tegen 2-2. Dus denk ik dat dat wel in ons voordeel was. Ik ben zelf voetballer. Ik voetbal al heel mijn leven eigenlijk, van jongs af aan. Ik ben mijn carrière gestart bij Kruijbeke, van mijn 4-5 jaar denk ik. En dan de loop van de jaren bij KSK Beveren nog gevoetbald. En dan Waasland Beveren. En onder meer ook Sint-Niklaas en Azonk. En nu sinds dit jaar in de eerste ploeg van Kruijbeke, dus waar ik begonnen ben. En hopelijk ook hoop te eindigen.
denk Waasland Beveren was niet. Dat is toen eerst KSK Beveren. Dat was redelijk dicht bij de deur en dat was een hele verbetering voor mezelf. Dus ik dacht, waarom niet? En Beveren is ook altijd de club van mijn hart geweest. Ik bedoel, ik kijk al van jongs af aan naar Beveren. Dus dat was voor mij mooi om voor die club te kunnen spelen. Tot voor corona ging ik bijna alle weken kijken. Zelfs af en toe uit matchen mee gaan kijken. En, wel een redelijk hevige fan van Beveren, ik zal het zo zeggen. Dit jaar zijn er wel enkel die mij kunnen bekoren, zoals Koita, Frey. Er zijn dit jaar een redelijk goede ploeg voor Waasland Beveren. Dus. Koita. Koita, non, la magnifique! Magnifique, il me prend de coup, on se centre très très court et cette première tête. Ja, bij deze FIFA zijn er natuurlijk ook zo'n paar dingen die er echt wel bovenuit steken, zoals de speedboost. Als je die gebruikt, kun je tegenstanders uitschakelen. En deze FIFA zijn skill moves heel belangrijk, wat andere FIFA's iets minder was. En zeker nu in de E-Pro League met de 90 rated modus zijn alle aanvallers 5-star skill moves, dus moet je daar gretig van gebruik maken. Als ik echt aan het verliezen ben, gebruik ik ze minder en probeer ik het simpel te houden. En als ik vrijer aan het voetballen ben, kan ik ze wel eens gebruiken. Vooral overstapjes gebruik ik heel veel en dan af en toe de speedboost wanneer het past of wanneer ik denk dat de effect efficiënt zal zijn. Ik denk vooral dat het belangrijk is om verdedigend een goed blok te stellen en dat je daarvan uit kunt voetballen. En verdedigend vooral zoveel mogelijk mensen achter de bal houden en dan je verdedigende middenvelder selecteren en van links naar rechts meegaan. En proberen de gedachten te lezen van de tegenstander. Dus zo ver mogelijk, niet te ver, maar op een afstand blijven van je aanvaller zodat je een skill move kunt interpreteren en daarop anticiperen. Als ik moet aanvallen, de 4-4-2, dan kan ik iets hoger spelen met mijn flanken. En als het een goed blok moet zijn, dus ik begin meestal de wedstrijd met een 4-2-3-1, dan sta ik met veel mensen achter de bal en kan ik mijn sterke spitsbal bijhouden en zo proberen voetballend vooruit te komen. Op hoger niveau zijn die zeker belangrijk en dan kun je bijvoorbeeld als beginnende e-sporter kijken of gewoon als beginnend FIFA-speler naar spelers die het heel goed doen. En dan, maar het is nogal belangrijk om je eigen stijl te ontwikkelen. Het is niet omdat bij de ene topspeler hoge druk werkt, dat dat bij u ook werkt. Dus het is vooral belangrijk om je eigen tactiek toe te passen en zoveel mogelijk te proberen en te kijken wat er het beste bij je past. En zo raak je wel aan een redelijk niveau. Je gaat alleen door op de keeper en links van jou loopt een medespeler mee. Speel je hem de bal of scoor je zelf? Dat valt ook te zien tegen wie ik speel. Als het er echt om doet, denk ik wel dat ik hem afgeef. Maar ik denk als ik tegen vrienden speel, dat ik zelfs nog mijn trucje rond de keeper probeer te geraken of hem te stiften. Maar als het er echt om doet, dan geef ik hem wel af. Bestaat er zoiets als een erecode onder de FIFA-spelers? Oh, niet dat ik weet. Nee, ik denk dat het gewoon... Het maakt niet uit hoe je wint of... Op welke manier, het is vooral de punten die tellen, zeker in de E-Pro League, om zo hoog mogelijk te geraken en zo dicht mogelijk of zelfs in die play-offs te geraken. Er zijn altijd frustraties bij spelers als iemand tijd trekt of de bal te lang rondspeelt, maar dat is natuurlijk je eigen speelstijl ontwikkelen en bij sommige spelers zit er iets meer in dan anderen. Dat durft wel eens gebeuren als het echt niet mee zit, dat ik de controle verlies en dan durf ik wel eens afzetten. Maar ik denk niet dat dat in de Pro League het geval zal zijn. Toch nog iets of wat van respect naar je eigen behouden. Het zal wel eens kunnen gebeuren dat er met de controle gegooid wordt, maar dat komt niet vaak voor. Meestal is gewoon de PlayStation af en tv af, alles af en iets anders gaan doen en even tot rust komen.